Waarom wordt deze chipactie eigenlijk gehouden? Ja, om aandacht te schenken aan het feit dat er weinig katten gechipt worden. Wij zouden graag willen zien dat er veel meer katten gechipt worden. De katten die hier gevonden worden, de volwassen katten, dat zijn er ongeveer 200 per jaar. Daarvan gaat 17% maar terug naar de eigenaar. Omdat ze gewoon niet goed gechipt zijn. En als de chip er wel in zit, is hij soms niet goed geregistreerd. Dat is jammer. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die katten worden gechipt? Dan kunnen ze weer terug naar de eigenaar. Het wordt over een tijdje waarschijnlijk ook verplicht vanuit de overheid. Dus dan moet iedereen zijn kat laten chippen. Hij is ook verantwoordelijk voor zijn eigen kat. Dat is nu nog niet zo, maar dat gaat wel komen. En wat gebeurt er eigenlijk met de katten die niet gechipt worden? Daar zoeken wij een andere eigenaar voor. Als de oorspronkelijke eigenaar niet op kon dagen om zijn kat terug te halen. Of als wij de eigenaar niet kunnen vinden. Dan chippen wij hem natuurlijk en dan gaat hij naar een nieuwe eigenaar toe.